afgelopen maanden is er hard gewerkt op de Ruwaard van Puttenweg. Dit deel van het werk zit erop. Daarom sta ik vandaag op het PNR-terrein, want hier gaan we komende tijd aan de slag. Vanaf 28 augustus werken we op het zuidelijke gedeelte van het PNR-terrein. Dat is dus vanaf hier tot aan de ingang bij de Schoutstraat. We leggen een apart riool aan voor vuilwater en regenwater. Ook brengen we nieuwe verharding aan en planten we bomen. We werken hier tot ongeveer half oktober. Door de werkzaamheden vervallen ongeveer de helft van de parkeerplaatsen op het PNR-terrein. Dit blijft zo. Op de andere helft kunt u gewoon blijven parkeren. De ingang van het PNR-terrein aan de Schoutstraat, die is dicht. U kunt in- en uitrijden via de uitgang aan de Ruwaard van Puttenweg. Is deze parkeerplaats vol? Gebruik dan de parkeerplaatsen op het metrostation Heemraadlaan. Hier zijn speciaal voor u extra parkeerplaatsen gemaakt. Tijdens deze fase zijn er geen omleidingen meer. De Ruwaard van Puttenweg is ook open in beide richtingen. De Schoutstraat blijft ook gewoon open. De ingang van het parkeergarage van de PE Bliekstraat 2 is tijdens deze fase niet bereikbaar. De nooduitgangen van het gebouw zijn wel gewoon bereikbaar. Via de app Nissewaard Bouwt van de gemeente Nissewaard hou ik u wekelijks op de hoogte over de updates en de werkzaamheden. Ook kunt u daar vragen stellen aan mij. Voor de zesde fase kom ik weer bij u terug over de werkzaamheden en wat dat voor u betekent.